Nou, Joop Hertema, dank dat u ons bij u thuis wilt ontvangen. Zoals ik al telefonisch had aangekondigd, het ADNG geeft een reeks met boeken uit over grondleggers van de psychologie, onderwijskunde en pedagogiek. En bij die reeks hebben wij ook een zogeheten oral history project, waarin ongeveer 20 emeriti psychologie geïnterviewd worden en wat terugblikken op hun carrière. De serie is ook vooral bedoeld als voor het verhoging van het historisch bewustzijn van een jongere generatie psychologen. Als eerste vraag stellen we altijd de vraag kunt u kort iets schetsen over uw achtergrond en wat uiteindelijk de reden was dat u psychologie bent gaan studeren? Ja, nou, mijn achtergrond, ik kom uit een familie die absoluut niets academisch heeft. Dat is... Mijn vader is geboren in de Jordaan, in het zeer grijze verleden. En er waren erbarmelijke omstandigheden, ja. Dat te begrepen, rond de eeuwwisseling ergens. Maar hij was een soort self-made man, die heeft zich helemaal opgewerkt. En eindigde als een bedrijfsleider in een fors bedrijf enzovoort. Dus is uiterst bekwaam, vakbekwaam. Dat was een grote punt. Ja. Dat is belangrijk omdat ik dat wel probeer over te nemen, ja, ik zou zeggen. Ja. Daar kwam ook bij dat wij, met name tijdens de oorlog en daarna in mijn jeugd dus eigenlijk, enorm veel verhuisd zijn. Ik ben geboren in Heiloo, ja. Verhuisd naar Amsterdam, Laren, terug naar Amsterdam, Groningen, Tilburg, Maastricht, uiteindelijk Nijmegen, waar ik toen ben gaan studeren. Dat betekent dus toch dat ik me eigenlijk nergens thuis voel of overal thuis voel. Weinig moeite heb met vreemde omgevingen in het algemeen, daar ben ik wel aan gewend. Aan de andere kant, je gaat je ook niet zo gauw ergens diep in nestelen of zo. Hè. Ik voel me dus eigenlijk nooit zo geweldig verwant aan groepen. Ja. Ik vind mezelf een tikkeltje buitenstaander, dat heb ik altijd gehad en dat heb ik nog steeds een beetje. Ja. Dat maakt het ook makkelijk om je kritisch op te stellen ten aanzien van de verworvenheden van het vak. En dat heb ik ook altijd wel gedaan. Ja. Ik was zeer kritisch in het verleden. Ja. Het wordt wat minder geleidelijk aan. Ja. Maar ook omdat toch dingen mij vreemd voorkwamen en teleurgesteld hebben. En ook voor een belangrijk stuk niet spoorde met mijn vooropleiding. Ik heb HBSB als vooropleiding. Nou, dat is zo materialistisch als het maar zijn kan. Hè. Dat zijn allemaal neopositivistische toestanden. Hè, met natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie enzovoorts. Talen ook wel. Ik was goed in talen, maar dat zag ik meer als een soort skill en dat vond ik niet zo vreselijk belangrijk. Die exacte vakken, daar ging het om, die waren moeilijk. En daar had je dus de grootste mogelijke moeite om jezelf overeind te houden. Ik kwam op mijn 17e van school af, wat erg vroeg was, zeker gegeven het feit dat ik op de lagere school was blijven zitten. Ja, ja. Maar ik was een van de weinigen die dat gewoon straight heeft gedaan. En waar bent u naar school gegaan? In Maastricht. In Maastricht? Het Hendrik van Veldeke College heette dat toen, ik weet niet hoe het nou heet. Erg katholiek instelling mogelijk. Maar dat was een prima opleiding en ik kwam daar dus af. Maar u was blijven zitten, zei u? In de vierde klas lagere school. En toch op uw 17e dan moet u ergens iets ingehaald hebben. Ja, dat was ongeveer jarig. Ik ben augustus jarig, dus ik was nog net niet jarig om het zo maar te zeggen. Ik werd dus 18 toen ik eraf kwam. Maar dan krijg je het probleem dat in die tijd dat wij moesten allemaal in het leger. En dat was verloren tijd. Hè. Ik was te jong om erin te mogen, bij wijze van spreken. Dus ik moest daar gewoon een tijd op gaan zitten wachten. Ik heb toen een aantal baantjes gezocht, want ik moest wat geld hebben, vond ik zelf, en wat inbrengen. En toen heb ik gewerkt op fruitveilingen en zo. En ik heb een tijdje als opzichter gewerkt in een cultuurmaatschappij die bomen moest aanplanten op Sint-Pietersberg in Maastricht tegen de grond, de erosie daar, de grondverzakking enzovoorts. Nou, dat waren leuke ervaringen, maar dat had verder niet zo vreselijk veel op het lijf. En toen ben ik gaan solliciteren als eerste, je gelooft het niet, bij de marine. Ik wilde marineofficier worden, dat was mijn eerste keus. Ja. En het had alles te maken met de oorlog die nog niet zo lang geleden was. Dus daar zat toch een stuk. Want u bent uit 19... Ik ben van 34. 34, ja. Ja. Nou, dit speelde dus wel later, toen was ik inmiddels 20. Maar goed, ik bedoel, daar blijft toch zoveel van hangen dat... Die oorlog die heeft een onuitwisbare indruk toch wel gemaakt. En je leerde daar denken in oorlogstermen. En je moest jezelf verdedigen en je moest zorgen dat je er
dat je aan je spullen kwam. En je moest overleven. Ja, survivalachtig, dat is het goede woord. En, nou ja, dat had ik goed in mijn oren geknoopt. Aan de andere kant, ja, ik was ook niet geweldig enthousiast over mijn studieprestaties tot dan toe op school. Ook niet. Als B-leerling vond ik mezelf geen geweldig succes. En toen werd ik toch. Ik werd afgewezen bij de marine vanwege mijn ogen. Ja. Toen al, daar heb ik altijd last van gehad. Toen ben ik nog wat kleine sollicitatietjes gaan doen bij ontwerpbureaus, technische toestanden enzovoort. Want het was eigenlijk niks voor mij, dus het ging ook allemaal niet door. De markt was toen ook erg slecht hoor. En ten einde raad heeft mijn vader waarschijnlijk tegen me gezegd, nou dan moet je het maar hoger opzoeken of zo. Mijn vader die wilde vooruit, hè? Die vond ook dat zijn zonen moesten vooruit enzovoort. Dus toen viel de term universiteit. Nou, dat was een soort... Dat had u nog nooit over gedacht, zeg maar, bij wijze Absoluut van spreken? Absoluut niet, dat lag ver buiten ons bereik. Universiteit, dat was voor adellijke jongetjes en mensen met zeer grote sommen geld op de bank. En daar hoorden wij niet bij en wij waren gewoon nette mensen enzovoort, niks aan de hand verder. Maar dat lag ver buiten ons bereik, was het idee. Ik werd ook toen gewaarschuwd door mijn vader met name. Die zei, ik hoop dat je je daar tussen die heertjes een beetje kunt handhaven. Want het zal wel moeilijk worden in het begin en zo. En je wordt er natuurlijk gewoon niet geaccepteerd. Maar hij stimuleerde u en tegelijkertijd waarschuwde hij ja, u. Ja. En klopte het beeld wat hij had van de universiteit? Integendeel. Ik heb me nooit zo makkelijk ergens ingevoegd als in de universiteit. Dat ging werkelijk zo geweldig gemakkelijk. En de keuze voor psychologie, was die ook ingegeven door uw vader? Nou, in zoverre had hij zijdelings iets mee te maken, omdat zijn ideaal, dat heeft hij ook wel eens gezegd, het was je moet geneesheer directeur in een ziekenhuis worden. Dat vond hij het mooiste wat er was. Maar ik had absoluut geen dingen met geneeskunde, dat sprak mij niet aan, nog steeds niet trouwens. En... mijn tweede keuze, of mijn eerste keuze eigenlijk was economie. Dat zou mij zeker goed gelegen hebben. En ik denk dat ik daar ook, dat hele denken, dat sprak mij wel aan op de een of andere manier. Het was niet altijd exact, maar toch een beetje en zo. En ik kon toch iets hebben. Maar toen ben ik ooit in contact gekomen met een adviseur van mijn vaders bedrijf. Dat was Slikboer. Een Slikboer die had een psychologisch adviesbureau in Amsterdam. En daar heb ik een tijdje mee zitten babbelen en toen heeft hij me nog eens meegenomen. Dat is wel een mooie naam ook voor een psychologisch adviesbureau. Ja. Ik bedenk het nu aan Slikboer. Maar dit terzijde. Toen heeft hij me nog eens meegenomen naar zo'n gesprek en ik vond dat eigenlijk wel grappig. En toen begreep ik eigenlijk pas dat sommige dingen moeilijk waren in die sfeer. Je dacht gewoon vroeger altijd van als iemand de papieren heeft en zo, dan zegt hij ik wil dat worden. En dan werd hij dat dus. Ja. Maar nee hoor, daar wordt dan uitgebreid naar gekeken en er wordt gewogen en er wordt gepraat en persoonlijkheid wordt bekeken. Dat wist ik toen nog niet, maar goed, ik vond het ineens eigenlijk allemaal heel ingewikkeld en boeiend worden en zo. En toen dacht ik, goh, misschien is dat wel grappig. Dat was eigenlijk de enige link die ik had met die studiekeuze. Dus, u had niet iets gelezen toevallig? Bijvoorbeeld van Freud of weet ik veel wat? Het was puur abstract. Ja. En eigenlijk, als ik helemaal eerlijk ben, dan denk ik dat ik... ik was zeker niet begaan met de mensheid of iets dergelijks. En ook niet erg wetenschappelijk, maar het was veel meer een soort economische keuze. In de zin van... mensen moeten op een goede plaats terechtkomen, dat is belangrijk, want anders dan verspeel je tijd enzovoort, dat is dom. Dus zo'n soort motivatie had ik wel. Ja. En van meet af aan was het voor mij ook duidelijk dat ik in de sfeer van de selectie ergens zou moeten terechtkomen als psycholoog zijn, als dat er ooit zou gebeuren. Dat was vanaf het eerste jaar dat u ging studeren wel duidelijk. Overigens was dat in die tijd, de bulk van alle psychologen deed dat. Dat was een zeer grote... En het kwam dus deels door Slikboer en deels omdat op de universiteit ook gezegd werd van selectiepsychologie is een vak waar geld te verdienen valt. Ja. En u bent dus in Nijmegen gaan studeren. En wanneer was het in welk jaar? 54. Was u dus 20 jaar? Ja. Ik was betrekkelijk ouder eigenlijk. Nou ja. En wat trof u daar aan? Wie waren de docenten in Nijmegen? Mijn eigen afstudeerhoogleraar was Rutte, oud-minister van Onderwijs. Ja. En verder was er Buitendijk. Prik voor
neuro-achtige zaken. En, fysio en weet dat. Nou, en dan Calon, onderwijs, ontwikkelingspsychologie. Fortman. Waarschijnlijk, ja, precies, godsdienst en cultuur. Heeft u nog speciale herinneringen aan deze mensen, aan Buitendijk bijvoorbeeld? Ja, Buitendijk wel, die maakte een smashing indruk op ons, zeker in het begin. Dat vonden wij zo'n mooie verhalen allemaal, die fenomenologische verhalen. Dat, ja. Bovendien had hij het voordeel dat hij een exacte achtergrond had. Hij, had een, hij was arts en geloof. Ja, precies. Ja. En dat sprak op de een of andere manier wel aan, als je dat combineerde met zo'n toch een tikje, ja, existentieel filosofisch-achtige benadering, dan is dat een leuke combinatie eigenlijk. Ja, ja. Nog bijzondere herinneringen aan uw studententijd? Nou, ik heb het, laat ik zeggen, toen ik binnenkwam, toen heb ik me zeer verbaasd over het studiepakket. Met name Nijmegen had toen iets van 6 tentamens filosofie. Ik heb ethica gedaan, logica en metafysica en natuurfilosofie, wijsgerige antropologie, allemaal aparte tentamens. Het zat nog bij letteren volgens mij in die periode, ja, toch? Letteren, ja, wijsbegeerte, ja, en, ja, en geneeskunde, dus, was de gecombineerde faculteit. Ja. Ja. En ja, ik heb dat allemaal wel gedaan, ik was daar ook redelijk goed in, maar ik vond het zo'n tomeloze flauwekul. Ja, omdat als je uit een harde beta-opleiding komt en zo, en je hoort dit soort woordenspelletjes allemaal, en in mijn ogen is voor een niet onbelangrijk deel gezwom. Dat is... Nooit op het punt gegaan om ermee te stoppen? Nee. Ik vond het wel grappig allemaal, okay, van god, kijk ze eens doen. Bovendien gaf dat mij de gelegenheid, want ik zat nog steeds toch een beetje met die twijfel over mezelf, van kan ik het wel? Dat wist ik helemaal niet. En toen heb ik me heel mooi kunnen onderscheiden van mijn medestudenten, want daar liepen enorm veel paters rond die de opleiding niet hadden afgemaakt daar en naar psychologie gingen studeren. Dat waren er echt redelijke aantallen. En dat waren allemaal alfa's en die konden absoluut geen 1-1 optellen. Dus dat was voor mij heel plezierig. Ik was erg goed in statistiek en dat ging allemaal prima. Dus ik had meteen een soort edge op de een of andere manier daar. U kreeg er zelfvertrouwen van, ja, van ik, ja, precies, zit, ja. Ik zit hier toch wel, ja. Het is helemaal niet boven mijn stand. Juist. Waarmee misschien de studie aanving. Ja. Maar het zegt dus ook iets over mijn soort basale motivatie. Ja. Ik bedoel, ik was helemaal niet van mezelf overtuigd. En dat gold voor heel veel mensen in die tijd. En dat idee tegenwoordig van, ik wil iets leuks doen en de rest, dat interesseert mij allemaal niet. En jullie hebben het maar het allemaal te doen enzovoort. Dat was er bij ons absoluut niet bij in die tijd. Je bent blij dat je mee moet doen. Mm-hmm. En dan bij elke gelegenheid krijg je daar het lid op de neus. Daar werd verder ook niet gepraat. Als je zakte, dan zakte je punt uit. Ja. Maar is dat een soort voorwaarde geweest voor u dat u van uzelf geaccepteerd heeft? Ik ben wel degelijk hier op mijn plek, ik hoor hier wel degelijk thuis. Om ook academisch carrière te gaan maken vervolgens? Nou, dat ging allemaal bij mij heel geleidelijk. Ik begon met vrij snel al onderzoekjes te doen. Dat lag mij op de een of andere manier. En dat op de een of andere manier maakte dat ook nog indruk. Ik weet niet, ik kreeg daar een goede naam in Nijmegen. En ik heb nooit begrepen waar dat aan lag, hoor. Maar men wilde best wat voor me doen. Ik heb bij een paar gelegenheden hulp nodig gehad van de faculteit, als ik in de problemen zat. En dan kwamen ze me helpen en zo. En dat heb ik altijd zeer op prijs gesteld. Ja. Ik dacht van, god, ze zien me hier zitten, zoals dat zo mooi heet. En wat voor onderzoekjes waren dat? Was dat bij Prik en Buitendijk? Of was dat... Nou, er waren nogal wat scriptieonderzoeken bij van medestudenten. En ik schroom niet om te zeggen dat ik daar me voor liet betalen. Ik reken die dingen uit voor die... U kunt het nou gewoon rustig zeggen, hè? Nou, in die tijd was dat een doodzonde. Dus het verrichte onderzoek voor medestudenten eigenlijk. Ja. Ik heb zelfs mensen die aan het promoveren waren, hun dingen uitgerekend. Ik heb een kandidaat net, geloof ik, of zo. Dat komt bij dat ik door de hoofdmedewerker Jacques Ex, die daar zat, gevraagd werd om mee te werken aan een artikel. En die had een data liggen over de keuzes van studenten voor studierichtingen en hoe dat allemaal speelde enzovoorts. En die had iemand nodig om het uit te werken. Dus ik heb al die sommen gemaakt. En dat ging met de hand nog in die tijd? Deskcalculator misschien, ik weet niet wat ik had. Maar geen computer? Oh, nee, geen sprake van. Ah. Ik heb in die tijd ook factoranalyse met de hand gedaan.
Dan moet je eens proberen. Heb ik ook ooit een keer gedaan. Toen begreep ik het ook. Maanden op zitten zeggen. Maar je leert er wel van. Maar goed. Dat gaf mij dus ook toch wel weer wat zelfvertrouwen. Want als die mensen op je afkomen, dan zal het toch wel dat voorstellen wat je doet. Toen ben ik stage gaan lopen bij AQ. Ik studeerde arbeid en organisatie af. Er was geen persoonlijkheidspsychologie afstudeerrichting enzovoort. Met uitbreiding methodologie dus. Daar heb ik toen de nadruk op gelegd. En bij AXO, daar maakte ik een goede indruk. Die waren dol op mij. Daar zat ik in de grote psychologische dienst bij Van Hoesel. En die zag dat wel zitten. Dus er was toen al het verhaal van als je dadelijk afstudeert, eerst hier komen praten en we zien wel. Ik studeerde cum laude af in Nijmegen. En de volgende dag werd ik door Van Hoesel aan het handje door het hele AQ-concern heen geloodst. En dit is onze nieuwe medewerker, de heer Hettema. Die is gisteren cum laude afgestudeerd in Nijmegen. Zo ging dat. Maar je had nog niet toegezegd op die baan? Jawel, ik had het toch gedaan. En ik heb 2 jaar daar in de psychologische dienst gezeten. Ik had chemisch personeel in maatsalaris moesten testen. Nou, dat heb ik al braaf gedaan. Ik heb veel ervaring, kun je zeggen, met het grondwerk van de selecteur. Gesprekken gevoerd met die boys en zo. En al die kneepjes een beetje geleerd. Ze gaven daar goed les ook door de senioren. Legden uit hoe je het moet aanpakken. Dus dat is heel fijn. En waar test u de cliënten mee? Of de... Wat voor tests? Ja, wat voor tests, ja. Oh jee. Ik heb ze niet uitgekozen, hoor. Ik vond het een rampzalige batterij. Een vierplatentest bijvoorbeeld, die de NSVP vaak gebruikt. Of... Ja, nee, ze hadden een zinnenaanvultest, kan ik me herinneren. Het is ongeveer hetzelfde luiken en pakken nu weg. Ja. Maar de vierplaten kan ook wel, die heb ik ook wel eens ooit gezien. En het vlotje. Zeg maar niet zo. De verstandelijke leeftijdsontwikkelingstest. Ja. En Luning-Prak en zo, dat soort zaken hing er allemaal rond. Heeft u die ook persoonlijk gekend nog? Want Luning-Prak geldt toch als de allereerste bedrijfspsycholoog in Nederland? De naam kende ik, maar ik heb niet gezien. En wat maakte dat u, want u ging weer terug, neem ik aan, naar de universiteit om te promoveren? Ja, na die 2 jaar kwam Nijmegen en toen... Ik heb dus nooit gesolliciteerd. Ik werd altijd gevraagd om de een of andere rare reden. Toen kwam Nijmegen en zeiden ze, we gaan een staf opzetten. Tot dan toe was alleen maar hoogleraar, dat vindt niks. En toen, ik was een van de eerste die ze vroegen. En ik werd ingehuurd om onderzoek te gaan doen in de... Het heette constructie en validatie van psychologische technieken. Nou, dat bleek dus precies in de roos te zijn voor mij. Want daar was ik goed in en dat vond ik wel fijn enzovoorts. En dat was lekker materialistisch en... Niet al dat moeilijke gedoe met vragen, verhalen en zo, dus dat prima. En in welk jaar was dat? Dat was in... 62? Nee, dat is 1 januari, eens kijken, dan moet ik even goed denken hoor. Begin jaren 60, dat zal het... Ik heb het hier even staan. Ach, zo belangrijk is het niet. Ja, als ik dat even zo snel... Dat zal begin jaren 60 zijn. Maar bij wie werd u promotor? Rutte. Bij Rutte bent u ook gepromoveerd? Ja. Ik ben gepromoveerd op waarnemingsstijlen. Witkin en aanverwante artikelen. Beschouwt u Rutte ook echt als een soort leermeester? Rutte was een organisator en een goeie en hij had een goede neus voor talent enzovoort. Maar ik denk niet dat hij veel inhoudelijk... Het was een Nederlandicus en hij... Hij was geen psycholoog van origine. Hij had ook... Zijn vak heette gewone psychologie. Nou, dat betekende eigenlijk tamelijk gezond verstandachtig werken enzovoort. Dus er was heel weinig keuze voor een bepaalde richting of een bepaalde theorie of iets dergelijks. Dat was daar in Nijmegen nauwelijks. Wie waren in die tijd wel uw inspiratoren in Nederland? Waren dat bijvoorbeeld De Groot of De Kouwer of Lindsay? De Groot had ik hoog zitten. Dat is later wat minder geworden, maar toen nog wel. Kouwer vond ik heel interessant, ja. En Linschoten ook in die tijd. Het waren de uitvinders van de functieleer toen. Hè. Dat was heel aardig. In Nijmegen zelf, nou, daar heb ik eigenlijk nog het meeste gehad aan een aantal bezoeken van buitenlanders. Die ik me nog heel goed herinner. Ja. We hebben daar bezoek gehad van Eysenck.
Hans Isaac. Ja, ja, ja. 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 We hebben bezoek gehad van David Crash. Die naam zeg maar niet. Nou, die maakt onsterfelijke indruk op Crash in Crutchfield. Ja. De sociaalpsycholoog, het grote sociaalpsychologische bijbel. Ja. Maar die man die sprak mij daarom aan, omdat hij dus eigenlijk begonnen is als een fysiologisch psycholoog. Crash, Rosenzweig en Bennett, dat zijn, daar zit de Nobelprijswinnaar ergens bij, geloof ik. En die deden dus onderzoek bij de hersenprocessen bij ratten die al of niet aan verrijkte omgevingen waren blootgesteld. Om te kijken wat dat voor effect had op die hersenprocessen. Met acetylcholinesterase enzovoort. Die ratten werden gedecoupeerd en de kop meteen in de vloeibare zuurstof ingevroren en dan nagemeten. Heel interessant. Maar het gekke was dat iemand die zo'n stil heeft en daar dus erg goed in is enzovoorts, die zwaait plotseling om naar de sociale psychologie, omdat hij van huis uit Joods was en vond dat daar eens wat aan moest gebeuren. En dan ging hij dus helemaal op de vooroordelen en het antisemitisme en al dit soort zaken meer, wat natuurlijk toch ja, intellectueel gezien enige niveau is lager, zou je kunnen zeggen. Nou ja, minder bazaal, maar ja, meer. Maar ik vond het erg pleiten voor. Ik vond het trouwens een verdomd aardige vent. Hij was heel grappig. Ah. En Isaac, heeft u ook persoonlijk gekend? Isaac heb ik later hier in Oostenrijk gehad bij een seminar wat ik hier heb georganiseerd. Maar dat was in zijn nadagen, voordat hij overleed. Ja. En het was in die tijd niet echt gebruikelijk dat je ging promoveren? Nee. Nee, ik denk dat ik toen ik gepromoveerd ben, dat was in. Ik heb dat heel snel gedaan. Ik heb tussen 60 en 63 ben ik. Nee, ik lieg. Tussen 63 en 66 ben ik gepromoveerd. 66 ben ik gepromoveerd. Ja. Toen ging ik naar het buitenland. Ja. Maar dat was dus dik 2 jaar, 2,5 jaar of iets dergelijks, wat idioot snel is. Ja. Ik stond ook onder zware druk, want ZWO die had die beurs die voor mij. Die was eigenlijk geschikt voor 1965 en daar waren we al formeel. Dus die begon ik te duwen en ik moest eruit en zo. Want ja, wat voor beurs gaan? U heeft in het vorige gesprek wel het even gezegd. Het grote stipendium heette dat in die dagen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat was over alle wetenschappen heen, werden 12 beurzen uitgereikt. Yeah. Die voorzagen in alle kosten van jezelf en je gezin voor een jaar in het buitenland naar cursus. Dat was toen iets geweldigs, dat was nog nooit vertoond en zo. En toen bent u naar... Ik kon kiezen wat ik wou. En ik wilde eigenlijk naar Miel toe. Dat was toen de grote man in de... Paul Miel. Ja, ja. Maar die was niet thuis. Die had een reisprogramma waar hij... En toen ging ik naar Kroonberg als tweede keus. Dat was de methodoloog van het stel. Ja, van Kroonbergs Alpha. Die zullen... Precies. Ja, ja. Maar Kroonberg die zat niet meer in Illinois waar hij oorspronkelijk zat. Maar die was verhuisd naar Stanford, naar Californië. Ja. Dus ik Kroonberg aanschrijven. Stanford, Californië. Nou, die begon eerst te pruttelen van ik zit hier net, moeilijk. Maar na enig geduw heeft hij me toch genomen. En dat ging natuurlijk allemaal per brief. En dat bleek later een geweldig succes te zijn. Ik heb veel contact gehad met zijn rechterhand, dat is Dick Snow. En die zei wel eens tegen mij, jij bent de enige die Kroonberg ooit onder zijn vleugels heeft genomen en waar die wat in ziet enzovoorts. Dat is nog nooit vertoond hier. Ja, kun je wat vertellen over die man? Speciale herinneringen aan hem? Aan wie? Aan Kroonberg. Want hij geldt denk ik toch wel als een grootheid in de psychologie. Nou, Kroonberg was om te beginnen een van de talenten van Terman, het grote talentenproject. Ja. Hij was uitermate clever. Zat hij zelf in dat? Deed hij zelf, was hij zelf een van die mensen die van die jongeren die bestudeerd dus werden? Ja, precies. Hij zat in het sample en hij was een van de weinigen die het daar van ver geschopt. Ja, ja. De rest die brandde allemaal af tussentijds blijkbaar. Maar goed, hij was, hoe moet ik dat zeggen? Het was een dijk van een man. Hij wist alles. Hij had alles op de rij staan. Een geheugen als een ijzeren pot. En hij was zeer to the point. En een tikkeltje sarcastisch. Hij was niet erg heel fijn in de omgang. Je moest een beetje met hem uitkijken. Maar ik kon er goed mee om op de een of andere manier. Ik vond dat wel leuk. En hij heeft mij een paar keer op toch wel voor stommiteiten behoed. Dat hij dat doorhad en zei van, als je doet, weet je, dan was je genoeg. Dan moest je iets anders gaan doen. Enzovoort. Maar verder heeft hij dus dat nieuwe programma. Dat was toen net begonnen. Het Attitude Treatment Interactieprogramma.
En dat vond ik wel heel, heel leuk en heel vernieuwend en zo. En dan kon ik ook iets bijdragen aan een of andere praktijkvorm, namelijk het onderwijs. Het zou een onderwijsvernieuwend programma zijn. Maar toen kwam dus Walter Michel, die daar tezelfde tijd op Stanford bezig was met zijn verhalen over de persoonlijkheid. En met name de trektheorieën, de global traits zoals hij dat noemde, dat was volgens hem dus volstrekt uit de boze, dat deugde niet. Dat model deugde niet en dat werd wel voor donkere baan, maar daar moest er zo snel mogelijk mee ophouden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, en ik was niet zo snel te overtuigen. Ik was zelf dus tot dan toe gewoon een naïeve, trekachtige psycholoog, zou je kunnen zeggen. Ik had er nooit serieus over nagedacht, om Guilford en Cattell en dat soort volk. Maar toen ben ik gaan nadenken en ja, ik vond zijn argumenten toch wel redelijk overtuigend. En ik heb nog wel eens wat met hem gediscussieerd, in de collegezaal ook en zo, want ik kom meteorologisch iets beter uit de voeten dan hij. En deed er af en toe deed iets raars en dan zei ik, dat moet je zo niet doen, pardon, zo enzovoort. Maar voor de rest, ik ja. Maar Michel is wel degene geweest die u de richting heeft opgestuurd of geïnspireerd heeft om verder te gaan in de persoonlijkheidspsychologie. Nou, ik was altijd al zeer geïnteresseerd als diagnosticus. En dan zie ik toch altijd met iets van persoonlijkheid als. Maar meer in een selectiecontext dan. Ja, precies. Nee, dat klopt. En nu meer op wat fundamenteel. Nou moest je wat inhoudelijker gaan kijken van, ja, maar hoe zit dat dan met die persoonlijkheid? En, de switch, ik maakte twee soorten switch. Ik ging van de trektheorie naar een interactionistische benadering. Dat wil zeggen dat je bij elke meting die je doet altijd de situatie verdisconteert. Die moet je meenemen, die moet je meten heel expliciet. En verder dat je in plaats van over trekken als eenheden, moet je gaan praten over processen. Er zijn processen bezig. Dat hoort bij dat interactionisme. Hè. Dan krijg je die typische over- en weerprocessen van de weet dat, de term ook weer, dus ik weet het al eventjes niet. Goed. Dat heb ik toen serieus in het hoofd genomen en meegenomen en ook hier in Nederland uitgedragen. Want na een jaar ging u heeft een jaar in Stanford gezeten? Een half jaar. Een half jaar. Daarna ben ik een half jaar gegaan naar Educational Testing Service in Princeton. Ja. Daar zat ik bij Sam Messick en dat was veel meer een technische affaire. Die waren zeer geavanceerd op het gebied van de testtechnieken en alles wat daarbij kwam kijken. Ja. Dus daar heb ik wel een hoop dingen bij geleerd. Ja. Ik heb daar ook een artikel geschreven en dat is toen in een APA Journal verschenen. Dus dat was voor mij toch een leuk opstapje naar wat betere dingen. Ja. En toen gingen we weer terug naar Nederland? Toen ging ik terug naar Nederland en toen... Toen kwam ik in Nijmegen terug en daar was Kremers, die was inmiddels directeur van het lab geworden. En het eerste wat hij tegen me zei, dat was, Joop, jij doet onderwijspsychologie, dat heb ik nou gezien. Was dat Bert Kremers? Of Jean Kremers. De latere gouverneur van... Ja, Limburg. Heel goed. Ja. In Limburg? In Limburg, ja. Bij Robeco is hij grote, iets directeur achter. Dus. Ja. Nou, die zit bij een generatie en Bezemminder zat daar toen ook, en Brenning Meijer en al die lui. Maar die wilde graag dat er in Nijmegen, hij was daar vrij belangrijk, was ook voor het beleid en zo, dat er iets kwam op het terrein van onderwijspsychologie. En er moest een research instituut komen. En Hettema was de man die het moest gaan doen. Dus ik werd directeur van het NIVOR, het Nijmegens Instituut voor Onderwijsresearch. Maar eigenlijk wilde ik dat helemaal niet, want ik heb nooit veel met onderwijs gehad als object van onderzoek. Ik was veel meer geïnteresseerd in persoonlijkheid of iets dergelijks. Maar goed, ik heb dat wel gedaan. En daar zat bij mij een moeilijk probleem tussen. Ik ben toen gescheiden in die tijd. En dat heeft me vrij veel parten gespeeld, omdat tot mijn niet geringe verbazing een jaar of wat later tegen mij gezegd werd, Joop, je carrière hier in Nijmegen, die kun je verder aan de willen hangen, want dat gaat niet hier. Gescheiden hoogleraar, dat doen wij niet aan. Vanwege de katholieke identiteit van Nijmegen? Ja. Is het echt... En welk jaar was dat ongeveer? Was dat in de tijd van de democratisering ook? Ja, dat was in 70 ongeveer. Dat is bijzonder. Ja, ik ben in 66 gepromoveerd. Ja. En toen heb ik daar een paar jaar aan dat liever gewerkt. Nou, eind 60 jaren. 68 ben ik gescheiden, dus ik moet 69, 70 zijn. Ja.
Nou ja, goed. No hard feelings of zo, maar ja, ik ben er nooit erg boos om geworden, want ja, God, Nijmegen heeft mij gewoon heel goed behandeld verder. Daarvoor allemaal, dus daar was ik best tevreden over. En, nou ja, kennelijk hebben ze dat dan zo, dat is een soort afwijking. Oké, ik kan het ook niet helpen en hij ook niet waarschijnlijk. Hij wilde me best graag houden, had ik indruk. Nou, wat gebeurt er een paar weken? Eerst werd ik lector in Nijmegen, toch, op de een of andere manier, in de persoonlijkheidspsychologie. En toen kwam ineens Tilburg van, we hebben hoogleraren nodig, we gaan een nieuwe faculteit opzetten, een nieuwe psychologie subfaculteit. En hoe denk je erover? Nou, daar ging ik weer. Tilburg. Ik was op mijn 36e hoogleraar B in Tilburg. Ha. En dat bent u gebleven tot uw emeritaat in 1991. Hoe heeft uw vader dat allemaal ervaren eigenlijk? Gewoon als dat u vertelde net van dat uw vader zei van je moet uitkijken of je wel past in. Hij stimuleerde u, maar het zou ook moeilijk worden in de universiteit. En mijn ex-vrouw bedoelt u? Nee, uw vader. Ja. Mijn vader. Ja. Nou ja. Want opeens was u hoogleraar. Ja, die was maatloos trots. Natuurlijk, dat is geweldig. Ik luister allemaal opgedragen bij alle gelegenheden, bij de promotie en bij de oratie en zo. En geweldig. Ja. Dat komt ook omdat ik kom uit de familie van underachievers in het algemeen. Mijn oudste broer, die is dus ouder dan ik. Ik als tweede in het gezin. Die is op zijn 17e geëmigreerd naar Canada. Mm-hmm. En die zat bij mij op school, maar die heb ik ingehaald. Op de middelbare school. Ja. Nee, ik was er helemaal niet blij mee, maar dat gebeurde gewoon op de een of andere rare manier. Hij zakte wel voor iets waar ik niet voor zakte. Die is daar in Canada de oerwouden ingetrokken en die heeft allemaal ondernemingen gedaan. Een hartstikke avontuurlijk leven enzovoorts. Altijd vrijgezel gebleven en lekker ruig. Maar natuurlijk heel wat anders dan ik. Dat niet gaan doen. Nou, en dan mijn jongste broertje, er waren dus drie broers in totaal, die is al lang, heel lang overleden, op zijn 48ste of iets dergelijks, maar dat was een beetje een moeilijke jongen en die is geëindigd als barkeeper. Terwijl ze allebei in mijn ogen slimmer waren dan ik zelf, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat waren geen domme jongens, maar dat, op de een of andere manier pakte dat niet in die onderwijssystemen. U vertelde net in ons voorgesprek dat u al zo'n jaar of 30 gewerkt heeft aan uw magnum opus. Evolution of Personality noemde u het. Ja. Zou u daar iets over kunnen vertellen? Hier kijkt dan hopelijk een jongere generatie psychologen naar. Nou, wat is de essentie van die theorie die u uiteindoet in dat nog te verschijnen boek? Hè? En waar liggen de wortels van die theorie? Liggen die hier in Tilburg of liggen die in Nijmegen of misschien wel in de VS? Ja, de VS is toch het meest waarschijnlijk, want het bouwt een tikkeltje voort op die affaire met Michel en Kronbach. Ja. Die dus eigenlijk tegenover elkaar stonden min of meer. Alleen wisten ze dat zelf niet. Ja. Ik had het wel nodig. Maar ik was inmiddels wel overtuigd van de trektheorieën, dat was het voor mij niet. En de Big Five en zo, dat heb ik ook altijd gezegd, dat ik dat een hele slechte theorie vind eigenlijk. En dat ze daarmee op moeten houden, maar goed. Wat ik daarvoor in de plaats heb gezet, dat waren processen. Ik vond dat je processen moest gaan meten. En dat je dus de zaak veel dynamischer moest bekijken, van wat gebeurt er allemaal in de persoon. Op momenten dat hij bijvoorbeeld een bepaald gedrag gaat verrichten of kiest ergens voor, wat is de omgeving ermee te maken, zoiets. Nou, wat doe je dan? Dan ga je eerst heel nauwkeurig beschrijven hoe de zaken psychometrisch liggen. Dus we hebben erg veel onderzoek gedaan met vragenlijsten die speciaal ontwikkeld waren om personen, situaties en gedragingen te onderscheiden. PSR-design, en dan kon je dus die variantiebronnen uit elkaar plukken. En precies kijken hoeveel er naar interacties tussen P en S toegaan. En dat zou dus de gist zijn van de interactionisten. Nou, dat bleek dus enorm veel te zijn altijd. En dat generaliseerde over measurement modes. Dus dat was zowel bij self-reports als bij gedragsobservaties het geval. Ongeveer even groot, wel heel betrouwbaar. Mm.
Dus het was alle aanleiding om die interactie serieus te gaan nemen. Nou, toen dacht ik bij mezelf, als je dat dan doet, dan moet je die interacties gaan verklaren. Dan moet je ergens verklaren hoe dat tot stand komt en wat daaronder zit. Nou, dat is een hele moeilijke stap geweest en daar ben ik pas heel traag en geleidelijk aan toegekomen. Maar uiteindelijk heb ik geredeneerd, dat heeft iets te maken met de manier waarop die mensen, waarop mensen in het algemeen informatie verwerken. Dus information processing. En daar zijn kennelijk verschillen in. En sommige mensen die doen dat straightforward vanuit een of andere overtuiging of wat dan ook. En anderen gaan schipperen of zo. En daardoor ontstaan er van die interactieachtige effecten wellicht. Met andere woorden, ik werd dus geïnteresseerd in de vraag van hoe komen die interactie-effecten tot stand. We hebben toen 4 verschillende soorten interactie-effecten onderscheiden op basis van literatuur. En toen zijn we gaan kijken wat daaronder zat. En wat eronder zat, dat werd onderzocht met behulp van fysiologische metingen. Puur fysiologie. Aanvankelijk zonder veel theorie. Ik heb alleen gekeken naar de fysiologische literatuur, met name het model van Prill McGinnis heb ik toen genomen. En gezegd van, ik ga kijken hoe dat reageert op allerlei dingen. Met name hoe het op situaties reageert en hoe het op personen reageert. Nou, dat was heel grappig. Zowel de situaties die gaven specifieke patronen, maar ook personen die hadden een voorkeur voor bepaalde patronen. En dan begin je te denken, hé, daar zit iets interactiefs. Er zijn individuele verschillen tegenover algemene verschillen van de situatie uitgezien. En dat hebben we toen helemaal vervolgd. We hebben werkelijk tienduizenden patronen geanalyseerd. Ik moet daar nog even bij zeggen, als stimulusmateriaal gebruikt door films. Dat waren situatiefilms, die waren dus helemaal door onszelf gemaakt om situaties te representeren die weer uit een taxonomie kwamen, die door Van Hek in mijn groep is ontwikkeld. Dus kan je misschien een voorbeeldje geven van zo'n situatie die dan op een film te zien was? Gewoon een sollicitatie. Nou, dat gewoon een sollicitatie. Dus ja. Zo gewoon mogelijk. Ja. Er zit iemand aan tafel. Alledaags mogelijk. Ja. En dat gold voor al die dingen eigenlijk. Mm-hmm. We hadden ook een ruzie, dat was dan iets pittiger enzovoorts. Maar het was weinig op knaleffecten berekend. Het was zo run of the mill. En wij konden dat heel goed doen, omdat er was als alles aan gelegenheden in het begin om zoveel mogelijk representatieve samples te hebben uit de totale taxonomie. En dat kon goed, want Van Hek had dat keurig geanalyseerd. Die had er allemaal dimensies in onderscheiden. Dus die kon je er heel mooi gericht uitplukken. En dan met elkaar contrasteren en kijken of ze verschillen opleverden. Nou, dat bleek dus wel zo te zijn. En geleidelijk aan kwamen we tot de overtuiging dat iets te maken heeft met emoties, met emotionele reacties. Met name de reacties op situaties, dus het effect van de situatie, dat zou emotieachtig zijn. Dat is uitgezocht door een andere promovendus van mij, Leidelmeijer, die heeft dat expliciet uitgezocht. Met behulp van instructies heeft hij emoties geïnduceerd en vervolgens gekeken hoe dat met die patronen ging. Nou, die bleken 1-op-1 te kloppen. Ook met de theorie van Prill McGinnis over die dingen, dus dat zat heel mooi keurig bij elkaar. En toen zijn we vervolgens gaan kijken wat de individuele verschillen daar nou in waren. Nou, dat kun je doen door over een groot aantal situaties gewoon op te tellen en te middelen. En dan te kijken wat de gemiddelde reactie is van die lui. Enorme verschillen. En dat kostte nog enige moeite om daar weer verband in te brengen. Dat is ook gevalideerd aan allerlei buitencriteria. Om te kijken wat ze nou deden, die verschillen, wat effect ze hadden. Uiteindelijk hebben we besloten dat motivatie is. Het zijn evolved motive dispositions, zoals dat in de literatuur heet. Dus met andere woorden, wij waren in staat vanaf dat moment om een aantal gescheiden emoties te definiëren op basis van fysiologische patronen. En een aantal gescheiden motivatiedimensies of patronen, al dan gelang die het uitwerkt. Ook weer op basis van fysiologische reacties. Ja. Nou, voor zover ik weet is dat nog nooit vertoond. Ik ken die literatuur vrij goed. We hebben veel emotieliteratuur doorgenomen, maar het is allemaal een beetje dit en een beetje dat. Veel gezwam en gedenk enzovoorts, maar weinig meten. En ik denk dus dat we hier echt iets gevonden hebben. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Nou, vervolgens kun je dan gaan kijken in hoeverre die dingen gedrag voorspellen, hoe dat dan verder gaat. Dus ik heb die emoties en motivatie in een informatieverwerkingsmodel opgenomen. Ja. Dit overigens is pas gebeurd nadat ik met immuniteit ben gegaan. Dat hadden we op dat moment nog niet, dus dat heb ik allemaal zelf gedaan. En dan heb ik ze laten we zeggen, in de filogenie gepoten. Dus als oude patronen die er voor meter wel al zijn geweest en vroeger uitgeselecteerd zijn op de klassieke Darwinachtige manier. En vervolgens daar aan toegevoegd een aantal patronen die uit literatuur bekend zijn als waarschijnlijk belangrijk in de ontogenie. Dat zijn dus willen en verstand, zoals de volition en thought. Nou, die hebben we geoperationaliseerd en gemeten. En ook daar blijken dezelfde fysiologische patronen onder te zitten. Dus die repeteren zich, alleen staan ze op in een andere verhouding ten opzichte van elkaar. Welke fysiologische patronen zijn dat dan? Hoe moet ik me dat precies dat voorstellen? Dat zijn in Primrose termen arousal, effort en activatie. Dat zijn hun drie patronen die zij in het verleden uit hersenfysiologisch onderzoek hebben gehaald. Ja. En ik neem aan dat, dat nemen zij zelf dus ook aan, dat dat in de periferie, in de perifere fysiologie terugkomt. En als je nou het film zegt, dan kun je beter niet met hoofdelektrodes werken, maar gewoon op het lijf met die andere elektroden. En dat, nou ja, dat is praktisch wat handiger. Ja. Die patronen zijn zeer betrouwbaar en die weerspiegelen gewoon die breinprocessen één op één. Maar dat geeft dus een volstrekt uitputtende verklaring nou voor die verschillende interactiepatronen die we aan het zoeken waren. En dan blijkt dus dat je telkens die emotie en die motivatie en wat andere patronen ten opzichte van elkaar gaan werken in de ontogenie. Ja. En ook dat is dan waarschijnlijk weer geëvolueerd op de een of andere manier, maar dat is weer een ander verhaal. En u heeft nu het idee dat u het raadsel van de persoonlijkheid min of meer heeft opgelost? Ik weet hoe, ja, wacht even, ik heb nog één ding vergeten te melden, dat is namelijk de genetica. Dat is een zeer late ontdekking geweest. Dat is eigenlijk heel vervelend, dat neemt mezelf een beetje kwalijk. Toen ik mijn eerste boek schreef over dit spul, dat was in 1979. Het boek heet Personality and Adaptation. Dat was de eerste keer dat ik een soort onderzoeksprogramma heb uitgelegd, waar het allemaal uitgevolgd is. En toen heb ik daar eigenlijk afstand genomen van genetica. Dat was toen zeer controversieel en met name de psychologen moesten er niks van hebben in die tijd. En juist in 1979 kwamen de allereerste geluiden naar later bleek van Amerikaanse onderzoekers die ineens gedragsgenetica begonnen te doen en daarmee dingen kwamen, maar dat wist ik toen niet. Dus het, ja, mij treft geen blaam, maar ik heb het jarenlang volgehouden. En pas in een zeer laat stadium heb ik een expert workshop georganiseerd samen met Ian Deary, een Schot. En daar hebben we dus de grote mensen gehad. Isaac, Zuckerman, David Buss, Kendrick, noem ze maar allemaal op. Dus van twee kanten, zowel de sociaal-achtige als de meer biologisch-achtige mensen. Ha. Nou, en daar was ik toch wel door geïmponeerd. Bouchard was er ook, de grote gedragsgeneticus. En ik was toch wel geïmponeerd door wat ze gevonden hadden. Alleen dacht ik, misschien dat het bij mij nog wel beter gaat, want ik zit dieper dan die lui. Hè? En die zitten met trekken en trekken is natuurlijk niks. Hè? Dus toen heb ik een nieuwe PhD-student ingehuurd, Gertie Lensveld. En die heeft die hele gedragsgenetica uitgezocht. En die kwam met verbluffende resultaten. Die fysiologische patronen, voor zover ze dan aan de persoon toe te schrijven zijn, die zijn bijna 100% genetisch bepaald. Dus dat betekent dat de motivatie, die drie dimensietjes die we daar hebben gevonden, dat die gewoon vanaf de geboorte vast liggen. Nou, en dan heb je natuurlijk een zeer hechte basis voor persoonlijkheid. Dat neemt niet weg dat die patronen, die krijgen allerlei tikken nog later in de ontogenie met name. Ja. Dan worden ze blootgesteld aan buitengebeuren, ze weten wat allemaal, gaan ze transformeren en bijsturen en zo. Maar al die bewegingen, die hebben we nauwkeurig in kaart gebracht. En dat weten we dus, daar kunnen we mee werken. We hebben dus aangetoond, dat is het laatste wat ik nou hierover zeg, van het hele systeem,
dat al die causale processen die we dan onderscheiden, dat die inderdaad een verband houden met wat er uiteindelijk uitkomt, met het gedrag wat eruit komt. De keuze van het gedrag, moet ik wel zeggen. En de keuze van de omgevingen. En dat moet ook allemaal. En dat, beschouwt u dat nu, hè, terugblikkend op uw carrière, dit boek wat nou, wat u zo goed als af heeft, beschouwt u dat als uw belangrijkste werk ook echt? Belangrijker dan uw eerste publicatie in een APA journal of. Oh ja, veel belangrijker. Ja? Ja, kijk, het belang hiervan, dat is eigenlijk, en daar ben ik haal dat niet meer helaas, maar het is nog veel belangrijker dan ik het nu vind. En dat is namelijk omdat het, als je dat toe gaat passen op onderwijs, dan krijg je zoiets van de hele onderwijs moet gereorganiseerd worden. Als je namelijk gelooft in die attitude-treatment interacties, dan moet je ook iets bijzonders doen met de treatment. En we hebben het nou alleen over attitudes gehad. Dat zijn dus die motieven dan, zoals ze zeggen. Maar je moet daar een docent voor de klas zetten, bij wijze van spreken, die liefst dezelfde motieven heeft als de studenten die daar zitten. Dan pakt het de mensen, dan weten ze waar ze het over hebben voor elkaar enzovoorts. Terwijl als je daar iemand zet met tegenstrijdige motivatie, die gaat andere kanten op en die legt andere accenten enzovoort. Dat is allemaal vrij subtiel waarschijnlijk. Maar daar zou ergens die discrepantie bij die ATI-achtige opzet moeten vandaan komen. Dat zou betekenen dat je het hele onderwijs zou moeten reorganiseren in de zin dat je vooral zorgt dat je de docenten en de studenten matcht, als je tenminste in klassikaal onderwijs blijft geloven. Dat zegt ook overigens dat je met het huidige onderwijssysteem, dat betrekkelijk uniform is, dat je daar grote groepen studenten mee ontrieft en discrimineert, bij wijze van spreken, omdat ze gewoon niet krijgen wat ze moeten hebben. Ja, ja. Dat is afgestemd op een bepaalde subgroep, denk ik. Ja. Maar goed. Houdt u er ook een pleidooi voor om dit in te gaan voeren? Of nou, begrijp ik dat goed? Of? Ik ben niet zo invoerder, maar ik wil nog even iets verder zeggen. Ik denk namelijk dat het de hele psychologie kan gaan beïnvloeden. En dat vind ik wel belangrijk. Kijk, alles waarbij je iets doet met treatments, hè? Dus neem therapie ook natuurlijk. Therapie, om maar zo te noemen. Hè? Dat geldt precies hetzelfde soort verhaal. Als het zo is dat daar die cliënten of patiënten, dat die verschillend gemotiveerd zijn, dan is het nog niet zo makkelijk om daar een goed handvat voor te vinden als therapeut zijnde. En dan is het toch wel aardig als je een beetje op dezelfde lijn zit en die jongens dan vervolgens duidelijk maakt hoe ze uit de problemen moeten komen van daaruit. En ik denk dat daar dus ook werkt. En wat mijn pleidooi eigenlijk is, en dat gaat veel verder dan dit onderzoek, dat is gewoon dat wij de persoonlijkheid, die moet met volle glorie terug in het vak. En je mag het ook individuele verschillen noemen, maar ze zijn er en ze zijn in mijn ogen vreselijk belangrijk. En Kromer is een van de laatste die dat onderkend heeft en dat heeft proberen in te voeren en zo. En terug te brengen, bij wijze van spreken. En de persoonlijkheidspsychologie is al jarenlang dood. Op een paar uitzonderingen na die nog wat bezig zijn met wat anders. Steekt dat u? Komt het misschien ook uit onmacht voort? Ik bedoel, want het vereist toch volgens mij een veel verdergaande NS1-methodologie. Als je de persoon echt weer terugbrengt in de. Of de persoonlijkheid echt weer terugbrengt. Nee, je moet gewoon goede meetinstrumenten hebben om bijvoorbeeld die filmtechniek van ons, dat is een voortreffelijk meetinstrument. Nou, je zet iemand er een paar uurtjes voor en klaar is Kees, je weet precies een motivatiepunt. Aan de hand van zijn fysiologische reacties op de film. Ah. Is dat zo absoluut? Is het zo? Ja, zo? Ja dat hebben we aangetoond. Dat is precies wat we. Enfin, wij denken aangetoond hebben. En dat betekent dus dat als je werkt volgens het SR-design, wat de meeste psychologen doen, dan mis je gewoon een enorme bron van variantie, die laat je gewoon hangen. Mm-hmm. Dat doen die evolutionair psychologen ook, die weten niet, die doen geen persoonlijkheid. Dat betekent dus gewoon dat ze daar een volstrekt blinde vlek hebben voor iets wat in mijn smaak dus zeer belangrijk is. Het merkwaardige overigens is dat de evolutiebiologen, die vinden persoonlijkheid uitermate belangrijk, hè? Met name individuele verschillen, dat de hele
genetica die drijft voor een belangrijk stuk op individuele verschil natuurlijk. Ja. Hè? Dat is... Ja, nu mag gewoon verder om. In verband met de tijd... gaan we een beetje naar het einde toe werken. We vragen altijd als laatste vraag... u zit weer op de middelbare school... En u staat weer voor de keuze om te gaan studeren. Zou het weer psychologie worden? En warm wel of warm niet? Ik vind het een schitterend vak. Ik vind het hartstikke leuk. Nooit spijt gehad? Nee. Integendeel. Nee, ik vind het aardige is dat... ik denk dat het vak veel complexer is dan de meeste psychologen denken. En met name psychologiestudenten die zeggen van... zeg maar hoe intelligent iemand is in de Big Five en dan weet ik genoeg. De rest mag je houden enzovoort. Dat vind ik niet zo slim. Het is veel, veel complexer dan. En dat is ook een boodschap die ik bijvoorbeeld van David Crash heb meegekregen. Die zei van... nuclear physics is a child's play compared with play of a child. Over dat soort uitspraken. Ah. Dat was zo complex volgens hem. Nou, die man die wist waar je het over had, die had er diep in gedoken enzovoort. Ah. Nou, ik hou van complexiteit. Vooral als je het kunt oplossen, als je er iets van kunt maken. En daar heb ik heel veel tijd voor nodig. Blijkbaar, ik heb hier 15 jaar in mijn eigen tijd aan zitten klooien om die boel op de rij te krijgen. En, nou ja, dat kennelijk motiveert mij dat op de een of andere manier. Is dat ook een soort terugkijkend, een soort overlevingsinstinct in de complexiteit van de psychologie uiteindelijk gebleven? Misschien is het psychologie van de koude grond hoor. Of lauwe grond, want ik ben psycholoog zelf. Dus... Nee, maar wat u in het begin met die oorlog en zo. Ja. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Nou, ik ben vooral, ja fijn, ik ben probleem ergrieven en ik heb wel een groot aantal, toch wel reserves in de zin van ik pik lang niet alles. Ik ben helemaal niet zo makkelijk te overtuigen ergens van en zo. En erg kritisch en je moet zeer grondig werken en zorgen dat je alles afcheckt enzovoorts. Ik denk dat er heel veel fouten worden gemaakt door psychologen, pure slordigheid en zo. Verhaal van die meneer hier in Tilburg enzovoorts, dat is toch wel een veel te hoge publicatiedruk. Die heeft u zelf nooit echt zo ervaren? Ik heb 15 jaar geworden tijd gehad. Hè? Daarvoor wel natuurlijk. Ik heb wel iets gedaan, iets weer. Niet zo vreselijk veel. Ik heb hier een lijstje bij ons. Dus. Maar, tja, ik weet niet. Overlevingsinstinct, dat vind ik... Ik heb het altijd wel grappig gevonden dat je uit één zo'n gezin... dat je daar met zulke verschillende figuren tevoorschijn komt. Terwijl... Met mijn Canadese broer, die heb ik nog vaak opgezocht en zo daar. En daar kan ik prima mee praten. Die luisterde met geboeid naar mijn verhalen over het vak en zo. Dat vond ik heel interessant. Ah. Nou, dan zat hij daar gewoon met van die arbeiders in de klei loopt te vroeten. Bomen, weet dat, telegraafpalen opzetten, langs de spoorlijnen daar enzovoort. Dat soort dingen deed hij. Ah. Maar hij was zeer geïnteresseerd. En dat is toch wel... misschien dat een familietrekje is. Mijn vader was ook zeer geïnteresseerd. Die wist vrij veel van allerlei dingen, een beetje afsnap hoor. Maar die was toch wel geïnteresseerd in allerlei ontwikkelingen en zo. En zeker niet erg behoudzuchtig of zo. Dat er toch vooruitgang moest er zijn. Zo. Heel belangrijk, dat soort zaken. Nou, en ook gezien bij mijn, laat ik zeggen, toch maar bescheiden start. Hè, wat ik toch net heb proberen te zeggen. Ik was eigenlijk altijd stom verbaasd dat ik zo makkelijk overal inviel. Ook met, er is een vraagje wat jullie gesteld hebben over het aantrekken van gelden, hè, de subsidies en zo. Ik heb nooit praktisch niet hoeven te vragen, helemaal voor mezelf. Ja. Grote subsidie gekregen voor de start van dit onderzoek, van dit laatste onderzoek, van ZWO toen nog. Ik heb dat stipendium gekregen, dat werd weliswaar door Rutte aangevraagd, mijn promotor, niet door mij. Ja, die kwamen er wel mee. Heb jij zin om naar Amerika te gaan? Ja. Nou, dat was in die tijd ongehoord. Ja. Ongehoord, gebeurde nooit. Ja. Mijn collega's verklaarden me ook voor gek. Die zeiden, dat moet je vooral nooit doen, want als je weg bent, is je plaats vergaan hier. Je komt nooit meer terug. Ik dacht, kom op zeg. Ja. Een beetje durven, anders wordt het niks.
Ik heb daar enorm veel aan gehad, met name mijn Stanford-achtige tijd. Het is zeer leerzaam geweest. Het is toch een beetje zoals uw broer. Ja. Toch dingen durven en risico nemen. Ja. Ja, dat zit er ook wel in. Dat zit er bij mij zeker in. Ja. Ik heb ook daardoor domme dingen gedaan, dat weet ik van mezelf. En gewoon heel wel bewust. Zoals? Je moet, nou, in de zin van dat ik misgegokt heb in het vak. Mm-hmm. Bijvoorbeeld die grap met die genetica. Oh ja. Ja, je moet vooruit en dan zeg je van laat ik dat dan maar even niet doen en zo. En dan weg te van fouten leert men toch, zo luidt het cliché. Sorry? Van fouten leert men toch, is het cliché. Ja, maar je kunt er op verschillende manieren mee omspringen. En ik ben niet zo geweldig zorgvuldig. Wat je zou moeten doen, dat is eigenlijk meteen de literatuur gaan volgen in zo'n geval. En kijken van, is er niet iemand die toch gedragsgenetica gedaan heeft en of er iets komt of zo. Nou, ik gooi het aan de kant en hups, ik ga door. En dat betekent dan toch dat je een aantal jaren toch op het verkeerde paard zitten wel een klein beetje. Of het is inherent aan de complexiteit op dat moment, in die situatie. Maar ik had die opstap natuurlijk nodig op het laatst om mijn motieven, basis te geven. Dat was anders nooit gelukt. Ja. Dus meten op zichzelf vond ik niet voldoende. Dat moet dan toch een genetische basis onder zijn. Een bescheiden begin en een zeer ambitieus einde, denk ik. Ja, heel juist. Ja. En in zekere zin is mijn hele carrière eigenlijk wel grappig verlopen, omdat ik begonnen ben met grondwerk. Ik heb een test afgenomen binnen in het bedrijf. Ja. Gewoon zitten praten met mensen en vragen, testjes op te lossen enzovoorts. Met uw poot in de kleine stapje voor stapje methodes ontwikkelen geleidelijk aan. Ik heb heel veel verschillende meetinstrumenten ontwikkeld, ook in allerlei toegepaste settings bij klinieken en zo. En zelfs bij de criminologie, bij de pompenkliniek en al dat soort dingen. Observatieschema's gemaakt van die mensen. En allemaal grondwerk. En dan, noodgedwongen, in zekere zin heeft u daar gelijk in. Op Stanford was ik wel gedwongen om echt eens dieper te gaan denken. En dat heeft me op een ander niveau gezet. Dat is de grote ontwikkeling geweest die bij mij bestaan. En dat was de controverse tussen Michel en Kronbach, zou je kunnen zeggen. En ja, de draai die ik eraan gegeven heb uiteindelijk. Goed. Veel dank voor het gesprek. Dank u wel.